mensen, leuk dat jullie kijken naar deze video. In deze video ga ik een Q&A met Lucas doen, een goede vriend van mij. Ik ken hem vanaf school. Nou, dan ga ik gewoon een Q&A'tje mee doen. En wat ik natuurlijk hoop, is dat jullie ervan gaan genieten. De eerste natuurlijke, supergewone vraag. De eerste vraag van mij aan Lucas is... Hoeveel hou jij van voetbal van de schaal van 1 tot en met 10? Zeg het maar eens, Lucas. Wat? 9. 9? Oké, 9. Mooi getal. En dan nu op naar natuurlijk vraag 2. Wat zou je liever willen, Jasper? Je hele leven gamen of je hele leven buiten spelen? Ik denk de hele leven buiten spelen. Maar ik vind gamen natuurlijk ook heel leuk. Vandaag alle livestreams. En dan nu naar natuurlijk vraag 3. Hoeveel hou je van je mama? Deze typische moederdagsvraag. Hoeveel hou je ervan? Tot de schaal van 1 tot en met 10. 10 van de 10. 10 van de 10. Mooi cijfer. Hartstikke goed. Over naar vraag 4, die is voor Lucas natuurlijk. Jee! Wat is jouw grootste droom? Mijn grootste droom is om een superberoemde DJ te worden. Yippie-yay! Over nu naar de ene laatste vraag van dit deel van deze serie. Nou, mijn vraag is... wat vind je het leukste spel wat er is? Je mag GTA 5 niet meetellen. Wat denk je dan? Dat is een nieuw spelletje wat mijn broertje en ik... Wat mijn broertje heeft gekocht en dat heet... Apocalypse. Leuk spel lijkt mij. Geen idee wat het is. Waarschijnlijk helemaal niet leuk. Ja, het zal wel. En dan nu op naar de laatste vraag van Lucas. Zou je liever heel rijk en gierig willen zijn? Of heel rijk... En wat dan? Ja, welke zou je kiezen? Rijk of gierig? Rijk en gierig of rijk en heel veel uitgeven? Rijk en heel veel uitgeven. Aan goede doelen natuurlijk. Ja, snap ik. Yo mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ook nog een groetje van Lucas. Dan kan je wel... Jee. Nou, tot de volgende Q&A als jullie dat willen. Bye! Dat doen we. Ja, dat doen we.